Zucht, ik kwam nog een keer kijken of Bart een grapper of zo was geworden. En dat is niet het geval. ik niet grappig? Hij heeft wel gelijk. Ik ben inderdaad niet grappig. Zo, yo, what up gasten, welkom bij deze nieuwe video. Het is weer eens een Q&A. Wat houdt dat in? Jullie vragen, ik antwoord. Wat een concept, wauw. En mocht jij een vraag hebben voor mij, laat hem weten in de reactie beneden. Laten we snel beginnen. Bardo, verdien jij veel geld met je video's? Ik verdien gewoon genoeg om ervan te kunnen leven, ervan rond te komen. En voor mij is minder is... Bardo, het wc-papier is op. Oh ja, wacht even. Gebruik dan deze. Mensen ook, hè? Hey Bardo, heb je een keer geslagen? Nee, natuurlijk niet. Waar zie je mij vooraan? Box. Oeps! Bardo is best dik. Ja, dik in orde. Dik in orde. Nee, je bent gewoon dik. Heeft je broek hoogtevrees? Oké, broek, ik ben er klaar mee. Jij gaat nu mee naar buiten. Nee, ik wil niet naar beneden. Ik heb hoogtevrees. Jawel, je moet mee naar beneden. Zonder broek kan ik niet over straat. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Ja. Nee. Oké, jij is in, dan niet. Oeh, godverdomme, je bent hier goed in. Bardo, wat zou je doen als je staart had? Wat ik zou doen als ik een staart had, dat is best moeilijk. Ik denk dat ik zou gaan... schaken. Bardo, stel dat de vleesetende zombie je aanvalt en je mag één iemand van One Direction opofferen. Wie zou je kiezen? Ik ben een vleesetende zombie. Ik ga je hersens opeten. Oh nee, een vleesetende zombie. Wat moet ik doen? Laat ik snel iemand van One Direction... Wacht even, zei je trouwens vleesetende zombie? Ja, van die films weet je wel. Van die zombies. Ja, dat snap ik. Alleen zijn er ook vegetarische zombies. Nee, volgens mij niet. Waarom noem jij jezelf dan een vleesetende zombie als er geen vegetarische zombies bestaan? Ja. Wat was de vraag ook alweer? Bardo, trek je broek op alsjeblieft. Over welke broek heb je het? Ha, heb me weer doodgelachen. Het spijt me zo, en rust in vrede. Bardo, hoe was het om Sterretje te ontmoeten? Tony, tof je te ontmoeten. Je bent echt net als een vader voor mij. Oh, hey. Ja. Tof, hoe komt het zo dan? Nou, mijn vader is net als jou ook alcoholist. Kan je worst eten terwijl je uit de boom springt? Nee. Hoe is het om jou in dit echt te ontmoeten? Zeg, ben jij niet die ene van... Hey, hou je bek even. Nee, sorry, ik wou alleen even vragen of ik met je op de foto mocht. Want ik kijk altijd al je filmpjes en ik ben... Nou, dan kijk je toch lekker naar mijn video's, idioot die je bent. God, man. Nee, ik snap het al. Sorry dat ik je stoorde. Oké, sorry mevrouw, bent u er nog? Kan iemand langs? Ik wil dinsdag 2:30 maars komen bleken. Kan dat? Bardo, in wat voor soort film zou je willen spelen als je een acteur was? Ik zou graag in een pornofilm willen spelen. Die steentje als Lord of the Cockring, King Cock of dit Stanley, iets in die buurt, maakt mij niet uit. Dat we lekker met z'n allen heel veel gaan werken en uiteindelijk bij de hele grote gang met allemaal klaarkomen. Meen je het einde serieus? Nee, natuurlijk niet. Ik wil de enige zijn die klaarkomt. Maar het einde van deze video meen ik wel serieus. Dus deel deze video met al je vrienden via huis, zitten Facebook, Barspace, kut, ik ben de rest vergeten. Oh, kut, ik val. Stuur hem door naar iemand die van zombies houdt. Stuur hem door naar iemand die van Sterretje houdt. Stuur hem door naar iemand die zijn huiswerk niet maakt. Stuur hem door naar iemand die vat. Stuur hem door naar iemand die niet vat. Stuur hem gewoon door. En vergeet ook vooral niet te abonneren hier beneden. Kan ik ook meer dan één keer abonneren? Natuurlijk kan jij meer dan één keer abonneren. Je kan op Bardo en op Banjotown abonneren. Ik check de link in de beschrijving. Want bij 10.000 groene duimpjes doe ik ook afstand van de troon. Waarom wordt Willem-Alexander nu koning van Nederland? We hadden veel beter koning Willy Woolly kunnen vragen nu. Dus geef een groen duimpje en deel deze video met al je vrienden. Abonneer ik kan hier beneden. Klik zo meteen lekker door op de video's die zo meteen in beeld komen. Gasten, hartstikke bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Bye.